Ik was laatst door TikTok aan het scrollen en toen kwam ik daar een hele leuke art challenge tegen. In deze art challenge gingen ze namelijk schilderen op glas. En ze gaan niet gewoon zomaar schilderen op een glazen potje, maar echt op een glasplaat van een schilderij. Wat ik zo leuk vind aan deze challenge is dat ze uiteindelijk die hele glasplaat omdraaien en dat je dan in één keer helemaal verrast wordt met het eindresultaat. Net zoals dat je kan zien hier in deze TikToks. Dus dat wil ik ook heel graag gaan uitproberen. Ik heb hier al klaar liggen een oud schilderij. Deze hing op onze slaapkamer. Is heel stoffig. Ik bedoel, heel goed schoongemaakt. Stof vliegt en rond. Nee, ik denk dat ik hem wel even moet schoonmaken voordat we gaan beginnen. Ook het glas. Want anders denk ik niet dat het lekker blijft zitten. Maar ik heb mijn glassets klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Pardon? Ik ga zo meteen deze helemaal openmaken. Dan gaan we de glasplaten uithalen. Maar het leek me wel leuk om het te doen op een heel oud schilderijlijstje. Omdat ik hem dan daarna, als het goed is, ook weer kan inlijsten. Maar dat is wat ik in deze video ga doen. Voordat we gaan beginnen, vergeet niet alvast te abonneren op dit kanaal. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Oké, ik ga hem even schoonmaken. Even het stof eraf halen. En dan gaan we bedenken wat we hierop gaan maken. We gaan hem eruit halen, de glasplaat. Daar ga ik mee beginnen. De lijst ga ik nog niet schoonmaken, want die heb ik nog niet nodig. Dat doen we zo meteen wel. En dan hoop ik dat hij niet kapot gaat. Ja, die is eruit. Oké, dan nu nog voorzichtig die glasplaat eruit krijgen. Zonder dat het kapot gaat. Zal ik hem er anders maar gewoon in laten zitten? Zetten we die even aan de kant. Gaan we eerst hem even ontsmetten. Ik begin wel aan de binnenkant. Ik heb hier de poster die in het fotolijstje zat. Nou, de achterkant is helemaal wit. Dus ik had bedacht om hier gewoon iets op te gaan tekenen met een schetspotlood. Zodat ik een beetje weet wat ik wil gaan maken. Anders moet ik meteen op het glas in één keer helemaal goed gaan zitten tekenen met een watervaste pen. Dat lijkt me best wel lastig. Ik heb trouwens niet getest of die watervaste pen ook heel goed houdt op het glas. Dus we gaan alles voor de eerste keer proberen. We zien het wel. Maar het leek mij in ieder geval een heel goed idee om hierop iets te gaan schetsen. Ik weet nog niet precies wat, maar ik laat me gewoon mee verrassen. We gaan gewoon ergens beginnen. Ik ga hier proberen iets op te schetsen. Ik moet zeggen, het is wel van dat hele gladde papier. Dus het schetst niet heel erg makkelijk. Het is ook best wel lastig om een beetje te zien op de camera. Dus ik zal hem zo meteen voor wat dikker erop schetsen, zodat je het goed kan zien. Maar ik had bedacht om een schildering te maken van Rick en mij samen. Dat gebeurt niet zo heel vaak. We hebben ook heel weinig foto's samen, dus zo staan we er toch een keertje met z'n tweetjes op. Dus ik dacht dat het wel leuk was om een beetje bij elkaar te staan, dan lekker naar elkaar te kijken. Ik in mijn groene trui die ik nu ook aan heb en Rick in iets dat hij heel vaak aan heeft. En dat we dan dus samen soort van geposeerd op de foto staan. Maar dan dus in een schildering. Ik ben heel benieuwd of ik dit zometeen ook een beetje goed op glas kan krijgen, want het is natuurlijk heel schetsen getekend. Dus zometeen moet ik het op het glas wel heel strak gaan omlijnen. Ik ga daarom voor de zekerheid hem op het einde nog wel een beetje met een zwarte marker eroverheen. Maar toen ik dat eenmaal aan het doen was, toen had ik zoiets van misschien is dat eigenlijk ook niet het allerslimste ooit. Want zometeen ga ik het namelijk ook met zwart omlijnen en dan zie ik straks niet meer wat nou de schets is die eronder zit en wat ik op het glas heb getekend. Misschien dat ik dan juist wel weer bepaalde stukjes ga vergeten. Maar ik moet wel iets van een hou vast hebben, want het is heel schetserig. En ik weet ook nog niet zo heel goed hoe ik Rick zijn outfit eruit wil laten zien. Hij heeft altijd zo'n vestje aan, wat half spijkerjasje is, half hoodie. Ik wilde dat in deze tekening ook bij Rick aantrekken, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat eruit ziet. Ik denk een beetje zoiets. We doen het gewoon zo. Oké, ik heb niet al te veel met het zwarte zitten omlijnen. Want wat ik net ook al zei, ik denk dat ik het dan mezelf heel moeilijk ga maken. Dus ik laat het hier gewoon bij. Ik denk dat ik hier ongeveer wel weet hoe ik ermee moet werken. Rick is wel een heel stuk groter dan dat ik ben. Dat zien het echt niet. Maar hé, we kunnen schilderen. We kunnen het maken zoals we willen. En mijn hoofd is wat groter dan dat van Rick. Rick is wel een beetje een jongetje. Al ben ik ook wel een beetje een meisje. Dit is gewoon een schildering van Rick en ik 10 jaar geleden. Toen Rick nog langer was dan dat ik was. Ik ben gewoon heel hard gegroeid de afgelopen jaren. Ik denk trouwens wel dat ik Rick ietsjes breder maak. Want hij is nu wel heel lang en smal op deze tekening. Zo, dat is wel een beetje heel onrealistisch. Hij lijkt nu wel echt een jongetje van 15 waar ik mee sta te knuffelen op deze foto. Ja, die doen we niet. Maak hem ietsjes breder. Ja, ik weet niet. We gaan hem gewoon in het lijstje stoppen. Wat ik had bedacht is om zo meteen die plaat er weer achter te doen. Zodat hij echt heel dicht op het glas zit. Want als ik hem nu op tafel leg en ik leg deze glasplaat zo eroverheen. Kijk, dan heb ik natuurlijk best wel een diepteverschil. Dus dat moet ik niet hebben. Dus ik ga hem even terugstoppen in het lijstje. Gewoon zoals hij net zat. Alleen anders andersom. Dus niet met die fiets naar voren, maar met deze tekening naar voren. Dan zit hij dichtst op het glas en dan denk ik dat we hem het allermooiste kunnen overtrekken. En dan hopen dat mijn Sharpie het goed doet op het glas.
Want ik heb geen idee hoor, of dat een beetje blijft zitten. Die achterkantjes zijn zo meteen helemaal lam. 6000 keer naar boven en naar beneden duwen. Ik vind het echt spannend. Ik heb dit nog nooit gedaan. Waarom doe ik dat ook natuurlijk weer niet voorbereiden voordat we gaan filmen? Waar is mijn Sharpie? Oh. Het wordt een beetje donkergrijs in plaats van zwart. Kijk, kun je het zien? Het is dus een beetje donkergrijs. Het is niet echt heel mooi zwart of zo. We gaan het gewoon proberen met een zwarte Posca. Ik heb een hele dikke. Volgens mij heb ik hem ook in het dun. Oh my god. Het is echt weer groep 6 all over again hier in huis. Ik heb alleen maar dikke, dus we moeten het doen met een dikke. Oké, niet testen. We gaan het gewoon in één keer doen. Oh, nou, dat werkt een heel stuk beter. Oké, ik heb nu heel van een beetje de buitenlijnen overgetrokken. Nou was halverwege mijn Posca een beetje leeg. Dus toen moest ik hem even schudden en gewoon weer indrukken. En toen deed hij het weer prima. Dus er zijn nu een aantal lijnen wat lichter van kleur. Die moet ik sowieso nog verder omlijnen. En alle details er nog inzetten. Maar ik denk dat ik dat beter kan zien als ik eerst die schetser even uithaal. Dus niet schrikken. Het zal er waarschijnlijk nog niet zo heel prachtig uitzien. Dat zeg ik vooral voor mezelf. Heel voorzichtig. Niet de glasplaat eruit kukkelt. Deze even weg. Ah, dat is wel best wel schattig. Oké, valt me alles mee. Het is wel een beetje lastig zien. Jullie zien het waarschijnlijk ook. Ik zie een beetje dubbel. Omdat hij nu schaduw geeft op mijn tafel. Maakt het ook niet makkelijker hoor. Jongen. Nou, we doen het er maar mee. Ik ga gewoon even nog een keertje hier overheen. En om de detail geven wordt het vast heel leuk. Daar is hij dan. Wel een tip, ik heb zelf nu op de voorkant getekend. En op zich blijft het redelijk goed zitten. Ik moet het alleen niet met glassex gaan lopen afnemen alsnog, want dan haal ik het eraf. En ik bedenk me nu, waarom heb ik dat eigenlijk ook niet gewoon aan de binnenkant gedaan? Dat was misschien heel veel handiger geweest. Dus mocht je dit zelf gaan doen, een tip. Ja, doe gewoon alles aan de binnenkant van het glas. En die Posca is trouwens erg fijn. Die doet het heel erg goed. Oké, ik ga mijn verf pakken. We zijn eindelijk aangekomen bij het gedeelte waar we gaan schilderen. En dan gaan we de voorkant ook niet meer zien. Dus we gaan het helemaal zo omdraaien. Alles schilderen aan de achterkant en dan laten we ons op het einde helemaal verrassen door het eindresultaat. En dan wordt het toch heel mooi. Of we zeggen, nee, dat doen we maar nooit meer. Ik ga even mijn verf uitzoeken. Ik heb bedacht hoe ik het ga doen. Ik ga deze hele illustratie inschilderen met maar twee lagen. Als in schaduw en dan de platte kleur. Dus ik ga beginnen met de schaduw van de huid. En dan doen we daarna de laag met de huid over. Oh jongens, ik vind het echt heel spannend. Maar we gaan gewoon mixen. We gaan even een shading kleur maken. Ah, ik weet niet waar ik moet beginnen. Help. Ja, hier ergens denk ik. Oh jongens, wat is dit spannend. Kijk, ik denk dat hier ongeveer zo de schaduw komt. Het schildert wel heel lekker trouwens. Het is wel echt heel erg leuk om op glas te schilderen, maar ook heel eng. Oké, laag 1 is gedaan. Ik denk dat dit de schaduwkant wordt. En ik hoop zo dat het er mooi uitziet. Ik wil heel graag aan de andere kant kijken, maar dat doen we niet. Laat ons gewoon verrassen. Zo meteen komen we erachter dat we het helemaal niet goed hebben gedaan. Maar, zien we dan wel weer. Ik ga eerst de oogjes nu wit maken. Oké, ik ga toch heel even kijken hoor. Even kijken of dit goed gaat. Nee, doe het niet. Ja. Ik moet toch gewoon even kijken. Ja, met die ronde kwast wordt het echt heel veel beter. Oké. Ik
toch even gespiekt, maar ik moet echt even kijken of het goed gaat. We zijn goed bezig zo. Dit gaat helemaal goed. Veel beter. Oké, ik ga even kijken of ik die schaduw dan nog een beetje kan uitsmeren met mijn ronde kwast. Veel beter. Nou hoef ik helemaal niet zulke dikke klodders te gebruiken. Een ronde, kleine penseel gebruiken dus. Geen platte kwast, want dan krijg je alleen maar streepjes. Dit kan toch niks worden? Als je dit zo ziet, kan dit toch helemaal niks meer worden? Dit ziet er toch niet uit? Ik heb echt geen idee of dit wat wordt. Ik heb geen idee. Ik ga het gewoon inschilderen. Gewoon doen. Oh, zit verf op mijn pols. Oké, ik denk dat ik nu inmiddels een beetje de smaak te pakken heb. Ik begin nu een beetje door te krijgen hoe ik lekker een beetje kan schilderen op dat glas, zonder dat ik al te veel strepen maak. Ik heb ook eindelijk de goede penseel ervoor gevonden, die ook lekker werkt. Gewoon een hele mooie ronde. Niet al te dunne, niet al te grote, die gewoon lekker schildert. En ik hoef natuurlijk niet al te netjes te doen. Ik zit de hele tijd heel moeilijk te doen van, oh, het moet echt heel netjes. Maar als die lager eenmaal op zit, kan ik er daarna natuurlijk gewoon overheen. Ook al is het dan nu wel in mijn geval nog een beetje nat, maar je kan er gewoon overheen schilderen. Want je ziet het, als het goed is aan de voorkant, dan toch niet meer. Als die eerste laag maar netjes is. Denk ik, hè? Ik heb het nog niet gezien. Denk ik. Ik word alsmaar creepier en creepier. Weet je waar ik me een beetje aan doe denken? Aan van die pancake art. Volgens mij maak je dat in dezelfde volgorde, want die draai je natuurlijk ook om. Voor de volgende challenge. Als we dit zo meteen kunnen, gaan we ook kunst maken met pannenkoek. Oh nee, wat zeg ik nou weer? Oké, het is nu een beetje creepy, maar ook wel cute. Ik vind het er minder creepy uitzien dan net toen ik alleen die witte oogjes had gedaan. Het is nu wel heel schattig aan het worden. Ik ga nu beginnen aan het haar, denk ik. Ik denk dat dat het handigste is om mee te beginnen. Alhoewel, misschien kan ik beter eerst de huid een beetje laten drogen, zodat ik er niet heel met mijn hand in ga leunen. Ik ga beginnen aan de onderkant. Ik doe mijn trui. Zo grappig, maar op een of andere manier blijf ik elke keer maar denken dat ik heel voorzichtig eromheen moet schilderen. Maar dat hoeft niet, kan er gewoon overheen, maar ik vergeet dat de hele tijd. Dus ik ga dat nu gewoon doen, oké? Ja, zie je dat? Ja. Ja, hier zie je de schets. En ik ben hem nu aan het schilderen, maar ik heb zelf nog niet gezien hoe het eruit komt te zien. Wil jij voor mij kijken? Of het leuk wordt? Ja. Ah, oh, zo leuk! Ja, echt? Ja. Oké. Het ziet er zo raar uit vanaf deze kant. Ja, hè? Ja, ik zie dus alleen nog maar dit de hele tijd, hè? Deze creepy kant. Ja. Nou, ik ben weer lekker bezig. Kijk. Oh no. En het zit ook helemaal hier. En dit is mijn mooie trui. Nou, het is wel goed dat ik hem heb geschilderd. Want dit ga ik nooit meer schoon krijgen. Ik heb denk ik... Oh, het zit ook helemaal op mijn hele bureau. Ik heb denk ik in mijn bord gehangen of zo. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ja, dat moet wel. Oei, dit is echt, mijn hele bureau zit ook helemaal onder. Oei. Ja. Oeps. Kijk, het is waarschijnlijk met dit gebeurd. Echt, dit is de meest vieze video ooit. Mijn hele arm zit ook helemaal onder. En mijn handen. Echt, hoe doe ik dit, jongens? Mijn bureau, alles is smerig. Nou goed, hè? Laat die heel mooi worden. Dan was het dat allemaal waard. Ik ga nu het haar doen. Zowel van mij als die van Rick. En dan
zijn we er bijna. Kunnen we hem bijna gaan bekijken. Dan denk ik dat ik klaar ben. Ik heb wat geprobeerd om hier met mijn haar het een beetje over te laten lopen. Zodat het niet echt zo'n gele pluk wordt hier zo, zeg maar. Wat een blonde pluk moet voorstellen. Volgens mij zit het trouwens aan deze kant. Dus ik weet niet hoe dat eruit komt te zien. Ik laat me gewoon verrassen. Ik heb ook geen idee of het überhaupt overal goed gedekt is. Mijn haar is nog wel nat, maar ik denk dat dat niet uitmaakt als ik hem nu aan de andere kant ga kijken. Het zal er niet helemaal gaan afdruipen, denk ik. Dus we gaan het gewoon doen. We gaan hem omdraaien. Ik vind het heel spannend. Zal ik alvast stiekem een beetje kijken? Voordat ik het aan jullie laat zien? Nee, we doen het gewoon. We doen het gewoon. Here we go! Oh, het is zo lief! Het is echt vet schattig. Kijk! Oh. Leuk, hè? Wat zijn we jong? Ja, dit is een foto van een heleboel jaar terug. Toen had ik deze trui, want toen zat hij nog niet onder de verf, zie. Het is echt heel schattig. Ik zie wel hier en daar een paar plekjes die ik iets beter had kunnen dekken. Kijk, als ik hem even tussendoor had omgedraaid een paar keer, dan had ik dat wel kunnen zien. Dus als je het zelf maakt, dan zou ik hem wel voor een aantal keer omdraaien. Dat je een beetje ziet hoe het resultaat wordt. Tenzij je je gewoon lekker wil laten verrassen. Dat is wel heel leuk. Oh, ik had echt niet verwacht dat het er zo leuk uit zou zien. Ah, het is zo cute. Ik ga hem ophangen, goed? Dan gaan we kijken hoe het eruit ziet als hij aan de muur hangt. Is dat leuk? Het ziet er echt vet schattig uit. Dat is echt leuk, hè? Ook dat witte glansje zo in dat hartje. Maakt het helemaal af. Je ziet hem zelfs nu gewoon hier hangen. Wacht, zal ik die troep eens even weghalen hier? Kijk, opgeruimd. Leuk, hè? Echt, ik ben zo blij, zo verrast. Ik vind het echt zo ontzettend leuk. Ik vond het in het begin wel een beetje spannend om te beginnen. Maar goed, dat ligt meer aan mij dan aan het hele proces. Heb ik namelijk altijd. Maar toen ik eenmaal bezig was en een beetje door had hoe ik lekker met die verf op dat glas kon werken, toen werkte het eigenlijk echt super fijn. Daarna was ik ook helemaal die angst kwijt en gewoon lekker aan het smeren. Je kan best wel dikke klodders gebruiken. Je kan een beetje over elkaar heen vegen. Het gaat eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel mis. En zelfs als het een beetje buiten de lijntjes zit, heeft dat ook wel zijn charme als het weer klaar is. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Deze gaat niet weg. Ik ben helemaal tevreden met mijn oude fotolijst. Niet weggooien dus meer die fotolijsten. Gewoon eerst lekker wat erop schilderen. Als het dan lelijk is, kan je het altijd nog weggooien. Ik ben heel benieuwd wat je van het schilderij vindt geworden. Laat me weten beneden in de reacties. En ik ben ook heel benieuwd of jij al eerder op glas hebt geschilderd. Of dat je het nu gaat proberen. Als je dit een leuke video vond, dan weet je wat je moet doen. En dan zie ik jou hopelijk heel snel weer terug in een volgende video. Dankjewel voor het kijken. En tot snel weer. Doei! Nee, scheet zit te laat op, staat die kattenbak. Dat is de kattenbak. Ben ik niet. Ja? Voor iedereen die niet denkt dat ik hier loop te ruften, ik ben het niet. Het is maar goed dat dit niet live is. Had ik het toch ook niet gevraagd? Weet je wel, ik was gast. Ik ben het niet. Ik heb echt geen scheet gelaten. Knip dit eruit. Ja, ja. Nee, ik ben het niet.